mensen, welkom bij een nieuwe moppenvideo en vandaag hebben we een heel erg speciale moppenvideo, want we hebben bezoek van Teun! Nee, grapje. Wel nee. Ook. Ik ga het nu goed uitspreken. Ergen! Was het? Ja. Was het goed? Ja. Het zit namelijk zo, zoals je in de titel al ziet, het zijn de 10 Belgen moppen. Daarom hebben we dus ook een Belgische vriend uitgenodigd, want hij gaat de straffen uitvoeren van vandaag. Teun die vertelt moppen. Als ik ga lachen, dan word ik gestraft. En als de mop zo slecht is dat ik niet ga lachen, wordt Teun gestraft. Er staat een bord met 10 Belgische woorden, waarvan wij Nederlanders echt niet weten wat het betekent. En Teun, weet jij wat het betekent, die woorden? Nee. Als wij gestraft moeten worden, moeten wij een bord kiezen waarmee wij geslagen gaan worden. We hebben dus echt geen idee waarmee we geslagen gaan worden. Jij kent de woorden, toch? Ja, ik ben een Belg, hè. Laten we gaan beginnen met mop nummer 1. Vliegt een vliegtuig boven de oceaan en plotseling komen ze in een storm terecht en de hele onderkant scheurt onder het vliegtuig uit. Dus iedereen grijpt zich vast aan het plafond en het hele vliegtuig zit vol Belgen en één zo'n Nederlander zit erbij. De piloot die roept om en zegt: dames en heren, we zijn te zwaar beladen, dan moet iemand loslaten. Dus die Nederlander denkt: oké, ik offer mezelf op. En hij laat zich los. Al die Belgen kijken naar de Nederlander zo. Hij was wel heel goed. Number one, I got it! Waar wil jij graag mee geslagen worden, Teun? Met een gazet. Jongens, wat denken jullie dat het is? Een stokbrood. Een theedoek. Het is een krant. Het is een krant met Dylan zijn hoofd erop. Het kan ons nog wel pijn doen, trouwens. Ik vind het zo zielig voor Teun. Het is genade. Ja, je mag hem gewoon slaan hoe je wil. Ja, het is... Ah, mijn oor! Oh, shit, het zuist echt vet hard, trouwens. Ja. Maakt niet uit, vandaag ga je het ook niet. Twee Belgen lopen over straat. En dan 50 meter verderop ligt een bananenschil. Zegt de ene tegen de ander: oh nee, niet weer. Niet weer. Dan heb je de clue niet gehad. Ik moest lachen bij bananenschil. Maar Dylan moet dan eigenlijk wel gestraft worden. Want dat was al lachen. Ja, dat vind ik ook. Want hij heeft ook gewoon mijn grap verpest. Ja, ik zeg het nog een keer, gewoon voor de kijkers. Maar Dylan wordt gestraft. Er lopen twee Belgen over straat. 50 meter verderop ligt een bananenschil. Zegt de ene tegen de ander: oh nee, niet weer. Wat vindt de jury? Ja, ik vind dat hij gestraft moet worden. Ja, maar hij zou ook als ook niet lachen. Mijn schil is iets wat zo pijn doet dat je gewoon schil door gaat krijgen. Ik kies... voor slets. Wat denken jullie dan een slets is? Ja, ik denk een doekje. Ik denk een schaats. Oké, dat is niet heel groot. Maar scherm is ook niet groot. Het is... een slip! Hou je niet in, hè? Was op zijn neus. Mag mijn haar erop? Ja. Mag daar de Dylan terugkomen? Ik vind ook het haar, maar het ligt nergens op. Nee. Niet zo, maar... staat een Belg, staat op de bus te wachten. Zegt de chauffeur: hey, kom eens even van die bus af. Heb je deze niet al een keer verteld? Nee, misschien wel een keer tussen neus en lippen door op het kantoor. Ja, ik ken hem namelijk. Oké, nou dan moet ik iets uitkiezen. Maar wat kies je? Kies maar. Ik denk dat een rekker dat een elastiek is. Weet je nog wat er gebeurt op je arm? Ik ben het gewend. Dat is waar. Maar een rekker is... een elastiek. Ja! Ik ben niet gewend om naast een man te zitten die zijn shirt uitkiezen. Hoe ver? Zo ver? Oh nee! Of zo ver? Oh shit. Ik denk zo. Oh! Hij is ik jou rood! Ik ga hem dus dichterbij staan en ik laat het zien. Wacht even. Een Belg en een Nederlander spoelen aan op een eiland. Op een gegeven moment komt er een geest. En je zegt: jongens, jullie zijn op het verkeerde adres. Jullie gaan vermoord worden. Of jullie kunnen deze opdracht uitvoeren en dan overleven jullie het. Zoek 100 vruchtsoorten en stop ze in je reet. En dan kan je het overleven. Dus die Nederlander die komt aan met 100 bessen. En zegt de geest: en als je moet lachen, dan gaat je kop eraf. Dus hij begint zo die 100 bessen in zijn reet te duwen. Bij best 99 begint hij eens keihard te lachen. Dus ja, helaas. Die Nederlander gaat eraan. Maar vraagt de geest aan die Nederlander: van waarom moet je nou lachen? Ja, ik zag die Belg aankomen met 100 kokosnoten. Huh? Oh, hij moet kokosnoten erin doen. Ja. Dus het maakt niet uit wat ik kies. Doe maar kabas. Een kabas? Ja. Je wilt echt geslagen worden met een kabas? Nou ja, nee, maar ik moet niet kiezen. Alright. Wat denken jullie dat een kabas is? Ik dacht eerst kebab, maar bij nader inzien denk ik eerder een instrument of zo. Denk iets van hout. Zijn jullie er klaar voor, jongens? Het is een... rugzaak! Oké, Teun, ready? Nee. Nou, Erik.
mijn hoofd ging wijzen. De Belg zit in de kroeg en hij denkt, weet je wat, vanavond ga ik eens lekker flink zuipen. Maar dan bedenkt hij zich, shit, ik ben met de auto. Hij denkt, fuck it, ik ga gewoon in die auto, ik ga gewoon rijden. Wat denk je, politiecontrole. Raap ik het open en ja hoor, hij mag een blaastest gaan doen. Dus hij zet zijn bril af. Dus die politieagent vraagt hem, waarom zet jij je bril af? Ja, dat scheelt toch wel twee glazen. Volgens mij heb je deze ook in een moppenvideo verteld. De moppen zijn op. Ja, Teun, kom op. Pak maar meteen gewoon alles achter elkaar in. Oké. Doe maar pol. Naar pol. Ik denk dat het een lepel is. Is het gewoon een platte hand misschien? Kom maar zitten, Teun. Ja, dat is wel een. Ik zend maar een lieve. Jos. Weer eentje op mijn oor. Pollen, dat zijn uw handen. Pollen. Pollen. Als je hooikoorts hebt, ben je allergisch voor je handen dus. Waarom lukt het een Belg nooit om een bus op te blazen? Omdat hij zijn mond verbrandt aan de knalpijp. Ik kies... Nou, ik kan er echt niks aan doen, man. Ik doe maar smos, want het klinkt een beetje spons. Ja. Het lijkt er niet eens op. Alright. Het is niet een drol. Zijn we er klaar voor, jongens? Het is... Een broodje gezond! Best lekker. Zou die Belgen nou ook zo'n video opnemen en dan staat er een broodje gezond op dat bord en dan weten ze allemaal niet wat het is? Wat is dat? Oh, het is een smos! Ik gaf wel lekker een stomp op mijn schouder, maar ik heb dat broodje heb ik niet gevoeld. Ik zit in een slow motion zien. Jongens, er zit wat kaas op de muur. Lekker. Er zijn twee pyromanen, Belgisch natuurlijk. Die willen eens even een gebouw in de fik insteken. Dus ze komen naar het gebouw toe en een neemt lucifers mee. En de lucifers gaat niet aan. Dus denk je, wat is dit? Zegt hij, ja. Zegt die ene Belg, weet ik niet, ik heb ze gisteren nog getest, hoe deed ze het nog? Nou, Dylan ook een keertje. Ik denk Marcelleke. Een Marcelleke. Ik ga een Marcelleke doen. Dat is chocola, gewoon iets eetbaars ook. Ik denk ook iets eetbaars, want dat is zo'n bijnaam, weet je wel. Marcel heeft het ooit bedacht en ze heeft het dan een Marcelleke genoemd. Zo, klaar? Ja, Marcelleke. Wat? Een hemdje? Een onderhemd. Is dat een Marcelleke? Maak hem nat, okay. Draai hem in en dan... Pats! Oh, hij houdt hier van. Hij houdt hier van. Come on! Die was zo hard! Wat is het verschil tussen het gebit van een Belg en het gebit van een Nederlander? Nee, ik weet het echt niet. Een Belg heeft geen verstandskiezen. Ik kies deze. Schil. Oké. Een schil is een pottendeksel. Ja, ready? Nee, het valt wel mee. Let's go. Nog harder. Kunnen jullie nog één keer? Ja, nog één keer. Ik ga even mijn plek aanbouwen. Deze video wordt heel raar. Oh, kom op. Yeah! Een Nederlander stopt bij een Belgisch pompstation. Want hij werd de hele tijd geknipperd onderweg naar hem. En dus hij dacht van, er is iets mis met mijn auto. Dus hij stopt. En hij ziet inderdaad dat de lichten niet goed werken. Vraagt hij aan zo'n Belg die er staat van, kun je even checken of het licht werkt? Ja, ja, dat is goed. Dat zal ik wel even doen. Die Nederlander zet zijn achterlicht aan. En ja! Remlichten. Ja! Knipperlicht. Ja! Nee! Ja! Nee! Ja! Ja, jongen, die was echt goed! Ja! Een chakosje op deze. Dat klinkt echt als een chocola. Chakosje. Weet je wel, en dan... Ik denk dat ik het gewoon ga pakken, ook al is het pijnlijk. Ik denk dat het meevalt. Ik denk serieus dat hij gewoon aan het lullen was tegen mij. Nee, want anders had hij nu ook gezegd, oh, is het zeker? Maar nee! Zijn we klaar om geslaagd te worden? Een handtas? Ja, een vrouwelijke handtas. Laat... Oh, joh, nee! Jawel, ja, ja, ja. Laat die pet van zijn hoofd afvliegen, gewoon. Ja? Ja? Kom. Shit. Zit een aantal gasten in de kroeg. Zegt eentje, hey jongens, ik heb hier nog een Belgemop. En dan roept er iemand achter in de kroeg, hey, pas op hè, ik ben zelf een Belg.
Echt, oh, oké, okay, ik vertel hem wel iets langzamer. Ja, 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 lacht. Dylan lacht. Yes. Misschien is het leuk om deze te doen, zeg maar, dat hij het niet weet. Ja, oké, okay, ja. Nee, ja, nee! Ja, ja, ja. Ogen dicht. Nee, niks ogen dicht. Ja, ja. Ogen dicht. Nee, dat is echt leuk. En wat je ook doet, niet open doen. Nee, man. Oh, nee. Oh, voor nee. Alle kerkers. No. Dit is Hester. Nee. Die kerken, hè, Dylan. Nee, fuck dit, man. Je moet een elektrische stoel zijn met een engel dit. Of te maken, Dylan. Nee. What the fuck? Wat is... Het is ham. Nou mensen, dit was misschien wel de meest spannende moppenvideo ooit. Ik wil jullie er ook nog even op wijzen dat ik een super vette video heb opgenomen voor Q Music. Ja, hier zie je een kleine sneak preview. Ik ben half Nederlands, half Marokkaans. Ik heb nog een keer een Marokkaanse ex gehad. Ik heb... Vraag aan je manager hoe lang het nog duurt. Hoe lang moet het nog? Ik hoop niet heel lang. Echt een vreselijk interview. Ik zie er wel klaar zijn. Ben je klaar? Ja, denk het wel. Hij kapte het zelf af. We hebben dus wat mensen geprankt voor de zoektocht naar de nieuwe vlogmeister. Het is echt heel grappig geworden, dus check de video even. Het is prachtig. En ergens super bedankt voor het meespelen en voor het meehelpen en voor de beul uithangen. Super bedankt voor de mishandeling. We gaan zo naar de politie, dus als je nog even kan blijven, dan is dat fijn. Check ook zeer zeker even zijn kanaal, Achterklap. Je ziet het, kan klikken, staat ook in de beschrijving. En check ook zeer zeker het kanaal van Teun, staat ook in de beschrijving. En je kan gewoon klikken op het scherm, het werkt allemaal. Vond je deze video nou leuk? Klik dan even op het duimpje omhoog. Laat in de reactie ook weten wat jij leuke Belgische moppen vindt. Of moppen over Nederlanders als je uit België komt. Ik bedoel, hè, een beetje strijd mag wel. En klik natuurlijk op abonneren om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's. Dan hebben we nog maar één ding te zeggen eigenlijk. En dat is... Later!